Oh, deze is ook zo vierkant in de kut neuken, jongen. Ik was met de camera aan het testen. Dat moet wel in de weekvlog. Mooi stukje natuur staat. Ja. En trouwens, nu ik toch bezig ben. We hebben productfoto's gemaakt van de pet op Iwe's hoofd. Gisteren met Giel de buckethead. Oh ja, en de muts ook met Timo. En dan zijn alle foto's klaar en dan kan de nieuwe website eigenlijk online. Als de nieuwe mutsen binnen zijn. Ik geef jou deze camera. Je hoeft niks anders te doen behalve mij filmen, oké? Dan ga ik jou... Bier. Dan ga ik jou entertainen, let op. Hoe lang moet ik wachten? Blijf maar gewoon zitten. Duurt lang, Jano. Oké, goeie. Hey! Tadaa! Ah, oh, mijn pijn aan mijn oren, dat ging best hard. Ik schrok ook een beetje. Ja, nu kan ik alles gaan opruimen. Als jij nou even een blik knakworst doet, waarom mij? Ik heb al knakworst gehad. Gewoon dat wat je net aanstoken is al zwaar illegaal in Nederland, toch niet? Ja, kutlaat. Je kunt ook best ver inzoomen met je camera. Ja, ik doe ook altijd, dan ga ik naar een Naakstraat. En dan pak die camera en die kan 50 keer zoomen, hè, optisch. En dan ga ik inzoomen op naakte mensen. Maar dan hoef je maar een nachtje in de cel, dus dat scheelt. Vroeger was dat in het bureau half, dat ging nog wel. Maar nu hebben ze mijn vinger aan druk en alles. Je hebt je bankrekening al bevroren, maar het scheelt, er staat toch allemaal niks op. Nou, ze hebben de bijstandsuitkering opgezet. Dat vind ik al heel jammer. Oh, het meurt hier echt, Jan. Het ruikt hier, lieve. Oh. Het vuurwerk op de kloot. Ik heb hem nog niet geshowt, zeg maar, die plant. Of eerder de kas. Geldboom. Die is wel iets langer geworden alweer, of niet? Ja, ik dacht van, oh, oh. En tomaatjes. Ja, dan kunnen ze mijn tomaten laten zien. Oh, dat ding stinkt ook, jongen. Ja, moet je proeven, dat is echt... Aardig en top. Ja, echt wel. Mijn oma is ook de mens. Kan ik gewoon in haar kast... Oh, boyke betrapt. Ik had het vroeg gezegd. Lig hier nog wel leuk. Mama is opgelegd. Ze heeft zo'n Tommy Taylor shopping slang gekocht. Zo'n X-hoes. Oh, ik kom toch wat tegen. Kijk net in mijn brievenbus. Dit pakketje erachterin. Niet mijn telefoonnummer. Wel mijn adres. Als voornaam staat er Jan. Er is maar één iemand die mij Jan noemt de laatste tijd, dus ik weet waarschijnlijk al van wie dit pakketje is. Ik ga nu naar Kevin in en dan gaan we hem openmaken. Ik ben zojuist gespot door een groep kijkers volgens mij. Ze werden eigenlijk helemaal wild toen ik toeterde, dus ik ga er eventjes lang. Ik hoop dat ik nog genoeg stickers heb. Ga ik ze even wat stickers geven, als ze dat willen. Ik zie ze allemaal rennen, gek. Hé hey, jongens. Mooi, Janno. Iemand van jullie die stickers wil? Ja, 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 ja. Kunnen jullie mij beloven dat je het netjes verdeelt onder elkaar? Ja. Dan krijg je alles wat ik nu ongeveer bij me heb. Jammer. Oh, ja. Ik ga wel verder verdelen netjes. Ja, ja. En verder nog een keer. Ja, jullie zelf. Kevin, ik kijk dus in mijn brievenbus. Een pakketje voor Jan in mijn brievenbus. Zullen we hem openmaken? Er zit drugsimulator, wat ben je aan het doen? The fuck, hoor. Oh, het is 100% polyester, dat is goed. Oh. Wat de f... Nee, wat is het? Is het een shirt? What the fuck? Het is een kussensloop of zo. Nicolas Cage. What the fuck is dit voor bullshit? Hé, hey, je hebt jouw kussens hier. Ja. Doe er eentje in. Hé, hey Nicolas, hoe ben je in die banaan gekomen? Er zit gewoon een rits aan, of niet? Ja. Ik heb wel een luxe. Ah. Nou, je bent comfy. Jezus. Hij sliep goed nou. Ik ga Dirk even bellen. Dit is de voicemail van spreek uw bericht in na de toon. Hey, hallo. Hi Dirk. Je hebt gebeld. Ja, Jan bij ons thuis heeft een pakketje ontvangen. Ja. Dat gaat over een kussensloop. Heb jij mij een pakketje gestuurd? Nee. Wie anders noemt mij Jan? Waarom heb je dat gekregen dan? Ja, van AliExpress, zo'n Nicolas Cage in een banaan. Een topless man in een banaan. Maar is die van jou of niet? Dat kan haast niet anders. Nee. Maar is het nog geen gevonden?
Jezus, er stond dat hij gevuld werd. Oh, nou. Dat is niet helemaal gelukt volgens mij. Volgens mij is dat niet helemaal gelukt, nee. Maar hij is gewoon mooi. Hij is heel mooi. Ik kan deze op de blokfluit. Meppel. Er zit even een klep aan de zijkant. Ja, dat is als je de sleutel nog hebt. Ik denk de eerste die knetter geïrriteerd worden door die deur. Dat is één. Een nieuwe ukkerdukker meteen uit testen. Bij de Lidl gekocht. Is nog echt zo hoog of niet? Ja. Loesu. Ik ben gebeld. Timo. Ja. Wat is dat? Dirk is nu even zo'n Scooby aan het tunen. Yo. Fuck man, ze hebben maar 12, maar 30. Ik denk dat ze niet willen hebben dat je het rekje losmaakt. Dikke boelbar. Windschermen kopen. Gewoon in twee delen. What the fuck is dit? Nu is een dikke crosscooter, jongen. Deze is helemaal kaal. De olie nog even vervangen. Deze olie. Cooling liquid. Wat dit? Hè? Huh? Nee. Is toch geen olie? Nee, waar die olie stop zit. Oh. Paar een stuk koelkast. Ja. Yeah. Het gaat er langs, pas op. Ah, goed. Ja, kattengrip. Kijk, dat neemt zich dus fucking mooi af. Kan ik dit niet beter buiten doen? Ja, dat denk ik wel. Mooi koffie. Ik heb wel een stroop, jongen. Lekker. Oh. Oh. Mooi voor de olie weg zien te werken. Goedemorgen. Daar ging mijn wenkbrauwen. Dat was niet heel slim. Een beetje olie erbij. Mooi. Ben jij nu er mee bezig? Er zit zo'n dik satisfying spruitdrop al. Nou, nu zie je niks. Ik heb net alsof je drugs op hebt zo. Ik ben net klaar met productfoto's maken. Oh, je bek. Toen zag ik een appje van Simon dat zijn fiets is gejat. Of de zadel van zijn fiets is gejat op het station. Ik ga even hem redden. Aangezien een zadelstang in je kont niet het meest fijn is als je onderweg naar huis bent. Dat is de dierenambulance, of niet? Wat de fuck zijn ze nou weer aan het doen? Ga me niet vertellen dat ze die fucking ganzenkip zwaar ding dat ze die gaan redden. Daar hebben we. Hebben ze die geript? Altena. Oh, dat is ook gewoon nog een goede fiets hoor. Ja, hij is gewoon een goede fiets. Er zat gewoon een scheur in. Waarom jat je ook een zadel met een scheur? Maar ja, goed. Gewoon zo'n kutactie, man. Ja, ook gewoon alleen het zadel. Ik voel me echt zo'n fiets-ANWB nu. Ja, denk het ook, man. Het is zaterdag, moet bier gehaald worden. Eerst moeten we een heleboel kratten wegbrengen. En daarom heb ik een pakjesboord mee, want we gaan kijken hoeveel we erin kunnen krijgen. Het is wel een mooi moment. Kan ik jou Thomas showen? We hebben net al helemaal elkaar gehad en weer elkaar gezet. Dan doen we niet. Wat is dat hiermee dan? Ja, je wil in de vrijdok, hè, maar. Dan aankik. Dan wil hij. Die... Waarom nu weer niet dan? Dat is net hoe die kist staat volgens mij. Want als jij nu die as indrukt. Ik snap niks meer, die kutbommel. In de BQ. Wordt helemaal gek van dit ding. In al even tikken. Wat voor op zijn kut ding. Dan gaat hij naar voren rijden, aankikken.
Oh, hier. DMP. Doe maar pauper. Oeh, dat is goed shit. Sorry. Ja. Ja, lopen wil die wel. Ik ga ook wel. Maar die vraagtekenver kan dat dan niet zijn, maar die zit er gewoon op en hij is heel en goed. Klappen we de bank in doen? Dat zijn er al twee. Nou, dat is niet slim. Ja, nog gewoon Tetris spelen, hè. Dan kunnen er nog twee uit die kutsel weg. Wat voor filter heb je geleerd? Oliefilters volgens mij. Moet die uitbouw huls inhalen en dan erin doen? Ik heb zo'n dop aan de onderkant van het katten. Dan doe je deze in de dop. Hier, dat is de afsluitring. Oh. En dan draai je die dop weer terug. Maar ik had eerst de verkeerde besteld. Ja, dus gewoon een opschroeffilter. Ja, dat is veel makkelijker. Maar bij mij moest ik dus gewoon zo'n apart filtertje in die dop draaien. Wat is dat van onzin? Dat heb ik niet. Jij nog één? Wat ben jij van plan? Oh ja, dat is een goeie. Hé, waarom heb ik een vol krat meegenomen? Zij is nog op datum? September 22, dat is al geweest. Zelfs de voedselbank zou dat niet meer aannemen. Dan zoep ik erop. Ja, neem maar mee. Ik gooi heen. Yo. Oh wacht, ik ga een kit-tour doen. Waar is de lamp? Nou, dit is de kit. Oh, veel te veel titel. Voorzichtig, hè? Is leren bekleding. Juni? Juli. Juli, hè? Wat de fuck is hier gebeurd? Waarom zitten er van die vreedbakken aan het plafond? Maar onze vlaggen zijn weg. Ik ben heel wat kwijt. De bank, waar is de bank gebleven? Die zijn we ook kwijt. Hoe zijn we de bank kwijt? Ja, dat weet ik niet. Welke bank? Ja, die bruine. Huh? Hoe is die weg? Die zijn we kwijt. Huh? Kijk, de poorten die liggen daar. Huh? Oh, dat zijn de poorten. Waarom hebben we niet meer kratten? Kijk, er passen er nog gewoon meer in. Dat vind ik niet leuk. Hier, 5. Ja, echt wel heel veel extra. Ja, nee, dat past, Derek. Nee, hemeltje Mongool. Die verring van dat ding. Hier is hij ook helemaal opgebeurd. En dan hier lijkt net alsof die auto verlaagd is. Ja, hij is al aardig ingezakt. Maar hoeveel nieuwe krat moet er komen dan? Even kijken, honger. Dik vrachtschip. Gooi hem dan. Ik heb ook echt het gevoel alsof ik helemaal achterover zit. Als ik naar achterwielaandrijving aan kom, ik misschien wheelies bouwen. Ready for take-off. Oh, wat hoor ik. Glas. Je merkt gewoon dat hij moeite heeft met optrekken. Een beetje te weinig pk's. Nou, we hebben alles ingeleverd. 78 euro kregen we ervoor. En nu zijn we er vanaf. Nou, wij zijn zojuist bij de kringloop geweest. Dat was geen goed plan. Want nu heb ik een hamsterkooi gekocht en die liggen in de kofferbak. En nu gaan we naar de dierenwinkel een of ander beest kopen wat in die kooi kan. In deze doos zit... Fuck, ik heb helemaal geen naam bedacht. Ik zei laatst nog, als ik ooit een huisdier koop, dan weet ik de naam al. Eerst volgend huisdier. Weet je wat die naam was? Nee. Pieter met een O. Dus hij heet Pieter. Hallo Pieter. Hier, daar komt hij. Pieter. Ja. Ja, hallo. Hij keek me als eerste aan in de bak. En deze was het meest irritante en het moeilijkste om te vangen. Dus daarom heb ik hem gekozen, omdat hij echt fucking irritant was. Hey, dat is niet de bedoeling, hè? Pieter is knettervrij en die wil zich nu al naar buiten. Ja, die probeert nu al te ontsnappen. We moeten Pieter bedoel ik naar huis transporteren. Het feit dat ik achterin zit en die... En de hamster voor. Hamster. Jij zit netjes achter de gordel, denk ik. Jij zei dus dat het een meisje was. Ja, dat zei die man net, dat het een vrouwtjeshamster was. Ja, maar ik heb hem al Pieter, ik heb haar al Pieter genoemd. Oké, let op, hè. Ja, dat is maar even. Ken je dit nummer? Dit is de hamster dance. Here we go. Hij heet Pieter genoemd. Hij heet Pieter met een O. Wat kut. Heel kut. Het is ook nog een meisje. The fuck? Misschien is Hamster wel transgender, dat kan tegenwoordig. Ja, tegenwoordig kan alles. Er zijn wel genoeg van een zaadsel voor dit ding. Je gaat in het plopnoek aan toe, Pieter.
Wat is een plek voor dat ding? In de hey. Oh ja, Boyke, dat is ook nog een ding. Wat is er nou gebeuren? Waar komt dat vandaan? Maak kennis met Pieter. Wat is dat? Goed. Pieter. Wat is dat? Ja, dat is zo heet. Kijk, een hamster. Nee, dat geeft mij dan ook. Nee. Dat is niet hier. Jawel. Nee, dit is mijn hamster. Nee. Ja. Dat is geen hamster. Jawel, dat is een hamster. Dus die is een dwerghamster. En dit was de grootste prachtel van de hele kooi. Wat hebben we hier over afspraak? Nou, Ruben aan wandelende takken, dus ik mag ook. Dit is net zoveel onderhoud. Nou, anders doe ik hem in de auto, want dat is voor mij. Ik heb hier helemaal geen ruimte voor. Wel! Ik zit nu voor de gek te horen, nee. Dat was het pas zo. Je hebt net gekocht. Nee, niet gekocht. Jawel. 30 euro voor het hele boeltje. Nee, dat is niet hier. Jawel. Nee, ja. Nee. Ja. Nee, mijn kamer. Ik heb plek zat. Oh, dit is cool. Ik heb een kast erop weer in. Oké. Als dat het deal is. Nee. Ja. Nee, je hebt een afspraak dat er geen enkel beest meer bij je in huis kunt. Deze verzorg ik toch zelf, of niet? Oh, die stinker die heb ik toch niet hebben. Dat stinkt niet. Ik herinner me nog goed dat die als een kaartje hebben gehad. Ja, maar toen was het 8. Dat is heel wat anders. Dan ook 18. Mag ook helemaal zelf doen. Nee, maar dat is zo'n zus. Nou, wen. En je ziet het als een investering. Ik verdien die hamster dubbel en dwars terug. Dat gaat stinken. Nou, wen. Hier, boyke. Wat is dat? Ja, dan ruk ik hem in een hap weg. Yo, pestel. Waarom niet? Ah, nee, echt hoor. Dat geeft zo'n zooi en stof op mijn slaapkamer. Stop nou eens met janken! Dit is niet langer hier, dat beloof ik ook. Ja, tot het doorgeer. Om toe. Altijd bang dat ik dat ding meteen kapot krijg. Zo, welkom thuis. Je moet in de buis, niet op de buis. Oh, hij zit in de voerbak. Hier, hey Willem. Ja, oh. Pieter, let's go. Oh, holy shit. Kijk, dingen pk's, jongen. Hij denkt daarvan, wat de... Doe nou voorzichtig, ja, hij glijdt toch vanzelf. Wat? Hij zegt gewoon even douchen, boeit hem niks. Nee, hij pakt snackie uit zijn wang. Echt? Ja. Heeft hij van de dierenwinkel gewoon eten meegetjoept? Ja. Kijk, al echt een dief. Lekker man, strijder. Hij denkt gewoon van, oh ja, ik ga even chappen, ik verveel me. Hij heeft gewoon vreten bij zich, wat een mafke is. Yo, Pieter is gered. Wat is hij aan het doen? Hij klimt helemaal naar boven. Niet doen. Pof, ligt daar onderin. Oh, hey joh, wat doe je helemaal gek? Die van ons die klom ook, toch? Zat de kap er alweer in. Vindt hij helemaal mooi, dit. Oh, leeft hij nog? Of is het te breien? Hij is een trui aan het maken. Dat doet hij in zijn bek, want daar kan hij ergens een holletje bouwen. Pieter, die gaat gewoon eerder op zichzelf wonen dan ik. Oh, ja, dat je ook bijna op jezelf mag gaan wonen. Ja, of niet? Kevin? Ja? We hebben een cadeau voor jou. Wat is het? Cadeautje. Tot zo. Dit is Pieter. Een hamster gekocht. Ik heb hier een belangrijk verhaal bij, oké? Okay? Wij hebben net een hamster gekocht, want we hadden bij de kringloop die kooi gevonden. Alleen het ding is, ik mag hem van mijn moeder niet houden. Dus nu zoek ik iemand die hem wil overnemen. Maar de naam heeft hij al en hij is ook van mij, maar je mag hem wel hebben. Okay. Hij heet Pieter met een O. Hij zit hier in? Oh, daar is hij zit daar in zijn auto. We hebben zeg maar bij de dierenwinkel de kutste van de hele boel uitgekomen. Als hij me bijt, gooi ik hem op de weg. Ja, hij rende als een gek naar die kooi in bij de dierenwinkel, jongen. Er was ook gewoon een hele tamme, dikke, maar die wou... Ik hoop dat hij niet springt, want dat zie ik hem nog wel doen. Ik ken hem nu een half uurtje, maar... Ja, op zich wil ik hem wel. Ja, dan wil ik hem wel kunnen bezoeken. Oh ja, en zij moet zijn naam houden. Oké, ik hou hem wel. Ja, echt? Ja, is goed. Oh, je hebt al extra zaagsel? Ja, ik heb alles al gekocht. Hij heeft eten voor een jaar of zo. Hij heeft zaagsel waar hij in kan poepen en water. Hij moet 15 gram de dag hebben. Ja, 10 tot 15 gram per dag. En als die het niet opeet, moet je hem minder geven, anders gaat hij door. Als hij vervelend is, dan geef ik hem aan mijn collega. Die heeft een slang. Hij heeft me nog niet gebeten, dus ik hou hem wel. Beetje checkie dampen. Maar ik wou hem eerst in de auto houden, maar dat mag ook niet. Maar je mag hem niet houden van je ma dan? Nee, ze werd fucking boos. Maar wel goede content. Oh ja, en het kan zijn dat hij de tie-rips al beheert. Maar elke woensdagmiddag om 2:30 kom ik hem even bezoeken. Dan ben ik aan het werken of zo. Nee, dankjewel, denk ik. Ja, alsjeblieft. Met jou van jou gekocht. Kijk, hem blij zijn met zijn hamster. Ja, maar ik heb al een rekening geopend. Die gaat op zijn 18e, wordt dat zijn rekening. Er komt elke maand 50 euro op. Zeg, zo lang blijft hij bezig in zijn leven. Ik geef hem een week.
slakken, joh. In de avond filmen. Een beetje afval liggen wat met de video te maken heeft. Dan ga ik lekker niet zeggen waar dat van is. Dat is ook met de video te maken.